We staan hier in de schuur bij Wim Arts, familiearts. En we staan bij de bouwplaats van de carnavalvereniging Dikke Skik. In grote getalen opgekomen vanmiddag, of niet, Frank? Ja, hoe moet ik zeggen? Ze komen nou pas allemaal uit de winterslaap om te bouwen. Niet eerder dan? Niet eerder. Niet eerder. Zijn we zo nou al 2 maanden mee bezig. Zo druk. Maar daarvoor is het al 3, 4, 5. En houdt op. Komt het allemaal klaar, Michael? Daar kun je ook over discussiëren. Het komt klaar, maar af is het nooit. Ik hoor dat er dan een leeuw gebakken moet worden. Ja, dan mag die maat nou zo mooi doen. Dat ga ik niet meer doen. Ja, dat klopt. Die gaat er nog in. Je weet wanneer het carnaval is, een optocht is, hè? Wanneer het optocht is, ja. Nou, ongeveer nog 2 weken en dan is het af. Maar hier staat de bedenkster van dit mooie idee, of niet? Ja. En waar is het? Kun ik een beetje uitleggen wat het inhoudt allemaal? Gewoon het thema Romeinen. En als je aan Romeinen denkt, dan denk je aan een groot Colosseum. Je denkt aan de strijdwagen, gladiatoren die zijn erbij. Eigenlijk zeg maar waar iedereen aan denkt bij de Romeinen. Zit erop. Wordt er rond de wagen ook iets gedaan? Dat kunnen we beter bij haar zijn. Ja. Ja, maar dan vraag ik het jou. Ja, maar zij weten meer van. Echt waar. Cecile, wat doen jullie rond de wagen? Doen jullie rond de wagen ook iets? Ja, als het goed is komt er een klein dansje erbij. De eerste vraag is eigenlijk, hebben jullie een alternatief voor het mooie klooi, waar mooie klooi eigenlijk al doet met het binnenhalen van de clubs? Ja, hetzelfde. Het is gewoon een geweldig feest, daar had eigenlijk niet meer moeten stoppen. Gewoon groot onthaal, leuke muziek, allemaal mensen, het was super gezellig. Dus dat kan niet beter. Nee, kan uiteindelijk, maar ja, we moeten iets anders verzinnen, Michael. Nee, dan komt Superman. Ik zou het echt niet weten. Ik zou het gewoon zo, weer terug gaan zoals veel gehouden. Ja, maar ja, dan moeten we kijken. Dat gaat dus helaas niet. Maar misschien dat er wel andere clubs opstaan en die toch iets gaan doen. Maar het is niks voor jullie om iets te doen. Dan zal het toch denk ik hetzelfde altijd eindigen. Maar ja, nou, de eerste die jaar de kabels met de kabel meedoen. En dan dat plein, daar gaat het niet bij. Nee. Jullie weten wat de prijsuitreiking is dit jaar. Dus dit jaar niet in de Raaf, maar die zit dit jaar bij Tino in een tent. Wat vinden we ervan? Het is wel anders. In de Raaf was het altijd wel gezellig. Ik hoop dat het net zo gezellig wordt. Heb je al ideeën weg op welke plaats dat je wilt hebben? Wat je zou het willen hebben? Top 15. En misschien wel de top 10. Klopt dat met iets materieel, Frank? Onze eigen plaats verbeteren. Dat is het doel. Vorig jaar waren jullie? 13e. En nu gaan we hoger als 13. We willen onze plaats elke keer verbeteren. Dus dan over 13, 12 jaar ben je op de eerste plaats? Het doel is binnen 5 jaar. Nog één vraagje meer voor mij. Jullie kennen de film New Kids, hè? Ja. Die kennen jullie wel, hè? En wie in jullie clubje is nou echt de grootste koekwous? Ja, nou zit ik... zeg maar. Ja, Michael. Michael de grootste? Ja, Michael en Frank allebei wel een beetje. Is dat zo? Ja, dat weet ik wel zeker. Hey, je gedrooit nog even. Hier, we beginnen het al. Kijk. Michael? Jij bent de koekhuis. Proficiat. Goed, onze prinses staat hier naast me en die had ook nog een paar vragen. Dus ik geef hem eventjes heel graag de microfoon. In het schaatswereld hebben ze de Dr. Bibber regel uitgevonden. En in Woensland hebben we ook heel wat regels. Hebben jullie regels die je zou willen aanscherpen? Dat is gewoon een vraag, hè? De hoogte, maat. Die mogen ze mij gerust schrappen. De hoogte, is dat niet goed dan? Mag je iets lager? Mag mijn rust hoger. Hoeveel meter willen dan nog erbij? 2, 3, zoiets. Ik wil nog regels die ze willen aangescherpt zien. Ja, voor mij mag ook de afmetingen wat hoger. Maar als we nou eens zeggen dat elk club bijvoorbeeld schoondansrestjes eromheen moet hebben, als we dat nou eens als regel stellen, is dat iets? Ja, wij hebben het al, hè? Dus, Ja, inderdaad, nou, dat vind ik al iets heel goed. Zou dat een goede regel zijn dat het gewoon een must is? Ik vind van wel. Aan wie willen jullie niet de groeten doen? Ja, en wie niet de groeten? Degene die allemaal uit de regen komen. Oh,
Hebben jullie ook mensen in de club zitten die uit de reek komen? Ja. Nou, bij deze niet de groeten namens je vrienden. Daar moet het maar van hebben. Michael, nog iemand? Niet de groeten. Ik ga Frank niet de groeten doen. Dat is altijd. Want die noemt mij de koekwoos. Bedankt. Ja. En de rest van de club. Michael doet ook weer niet de groeten aan heel zijn club. Het zijn een echte vriendenclub, dat zie ik hier wel. Hey mensen, bedankt. En ik zou zeggen, heel veel succes met het bouwen. Je hebt nog een paar dagen te gaan. Dat komt mooier over, hè? Nee, eigenlijk 2 weken nog. Dus veel succes.